Ik heb 2 vragen van u gekregen. Dat betekent dat het of allemaal vreselijk duidelijk was, of het was zo onduidelijk dat er valt ook niks te vragen dan. Maar die 2 zijn ingrijpend. De eerste, u zei, niet iedereen zal behouden worden. Ik neem aan dat Saulus wel behouden is. Dat neem ik ook van harte aan. Is dat door de wil van God of door de wil van Saulus? Is Saulus van Tarsus, ook wel bekend als Paulus, behouden door de wil van God of door zijn eigen wil? Het is wel leuk als je daar een soort... Alle gereformeerden steken dan hun hand op en die zeggen door de wil van God. En alle evangelici die zeggen door zijn eigen wil. Het Reformatorisch Dagblad bestond nog niet zo lang. En toen werd een bekend evangelist geïnterviewd. Jacob Klein Haneveld. Ook lang reeds in de eeuwigheid. Het RD nog niet, maar hij wel. Maar dat is heel lang geleden. En toen wisten ze natuurlijk allemaal bij het RD nog heel precies hoe de dingen in elkaar zaten. En ze vroegen aan hem een vraag waar hij op voorbereid had moeten zijn. Hij had die reformatorische mensen moeten kennen. Ze vroegen aan hem, wat is er eerst, het geloof of de wedergeboorte? Nou, dat is een gemene strikvraag. En hij is de antwoorden meteen ook in al zijn onschuld, want hij was evangelisch. Het geloof natuurlijk. Als een mens tot geloof komt, dan schenkt God hem het leven van de wedergeboorte. Waarop hij natuurlijk feintjes door de krant werd afgemaakt. Want het juiste antwoord, althans volgens het RD, had moeten zijn... de wedergeboorte natuurlijk. God werkt aan je ziel en dat komt de wedergeboorte... en daaruit vloeit dan het geloof voort. Nu zijn wij weer tientallen jaren verder. En wat zeggen we nu? Als je lang mijn lezingen volgt, dan moet je dat langzamerhand weten... Wat zeg jij? 100% eigen wil en 100%. Ja, dat is mooi. Pas geleden hoorde ik een Gerghem-dominee precies hetzelfde zeggen trouwens. Toen dacht ik, of dit is rechtstreeks inspiratie of hij luistert naar Ouweneel. Maar het is inderdaad een feit. Dit is een enorm dilemma waarover notabene... Volgend jaar hopen we dat te herdenken, 400 jaar Dordtse synode. Waarbij de Dordtse synode, die was op poten gezet eigenlijk om het geschil tussen de Gomaristen en de Arminianen eens en voor altijd op te lossen. Dat deden ze wel op de manier van toen hoor. Want die Arminianen zaten allemaal aan een tafeltje in het midden, omringd door louter tegenstanders. En toen ze even hun stem verhieven, toen zei de voorzitter, want alles ging in het Latijn, want er waren ook veel buitenlanders bij... Toen riep de voorzitter, ite, ite! Dat betekent, hoe zeg je dat netjes? Daaruit, daaruit! Hoepel op! En ze werden er allemaal uitgegooid. Ze kwamen niet eens aan de kans om hun gedachten te geven. Vind ik altijd nog wel jammer eigenlijk. Dat vind ik eigenlijk niet netjes. Zo ga je niet met je tegenstanders om. En bovendien even later. Ik heb 2 weken geleden ontdekt dat een van mijn voorvaders... het leiding gaf aan het proces tegen Oldenbarneveld. En daarbij erg aandrong op diens doodstraf. Ik beleid het hier met schaamte. Maar zo gingen we toen met elkaar om. En in feite vind ik dat ze het allebei mis hadden. Althans in hun eenzijdigheid. En dat gebeurt zo vaak. Als dan over zo'n conflict gevochten gaat worden... dan gaan beide zich terugtrekken in een stellingname waarbij ze eigenlijk meer in het extreme gaan dan ze anders zouden hebben gedaan. Door te zeggen het is 100% Gods genade en van de verantwoordelijkheid niets over te laten. Of die verantwoordelijkheid sterk te benadrukken en daardoor de uitverkiezing een beetje in het midden te laten. Ik heb dat ook wel gehoord in mijn jeugd. Hoor. Uitverkiezing wist dat, was dat. Dat was iemand notabene die degelijk reformatorisch opgevoed was. Maar die ook zei, uitverkiezing was dat God van tevoren wist wie in hem zouden gaan geloven. Ja, dat is Arminius. Dat is niet de Bijbel. Zo kom je er ook niet vanaf van die makkelijke problemen. Van die moeilijke problemen. Dit is de makkelijke oplossing. Je veegt gewoon een van de twee kanten onder de tafel. En je haalt die andere naar voren. En dat is dan het een en het al. En
Vandaag is het eigenlijk heel moeilijk om dat vol te houden. We zijn zoveel beter ons bewust dan 400 jaar geleden van de verantwoordelijkheid van de mens. Ook door de dingen die ik straks noemde, die eigenlijk ogenschijnlijk niks met het geloof te maken hebben, maar even zo goed wel erg belangrijk zijn. Namelijk dat wij merken dat wij ontzettend veel dingen in dit leven laten afhangen van onze eigen verantwoordelijkheid. Vroeger waren de mensen eigenlijk, ze hadden niks in de hand. Ze wisten niet of hun brood en hun water gewis waren. Ze waren niet van hun werk gewis of ze kregen heel weinig salaris voor. De medische stand, waar de gemiddelde leeftijd was nog 150 jaar geleden, geloof ik 36 in Nederland. Kwam vooral door de grote kindersterfte. Mensen waren zeer vertrouwd met de dood. En dat je dan vertrouwt op het opperwezen en dat het allemaal van hem moet komen, ik kan zondag 10 zo goed begrijpen. Maar vandaag voeden wij elkaar op tot verantwoordelijkheid. Al die christelijke kindertjes gaan naar de middelbare school. Ze leren zelfstandig te denken. Ze gaan naar de universiteit. En dan zijn we nog geschokt ook als ze zelfstandig blijken te denken. Natuurlijk, dat moeten ze ook. En ze moeten hun eigen verantwoordelijkheden leren zien. Dus vandaag dat idee dat je een stok en een blok bent en dat het allemaal van God afkomstig is, het werkt gewoon niet meer. Het is ook niet bijbels. Het is ingegeven door het feit dat veel mensen dat toen zo wel ervoeren. Ik had het straks over de Alblasser Waard. Waar dat wat een mooi voorbeeld. En alle vissersteden. Hè? Hoe komt het dat zoveel vissersplaatsen in Nederland zwaar reformatorisch zijn? Dat hangt allemaal samen volgens mij, en ik ben niet de enige die dat beweert, met het feit dat die mensen zo ongelooflijk geconfronteerd werden met de dood. Elke dag. De zee opgaan en vissen was riskant. Je moest altijd maar aan het einde van de week wachten wie er weer naar huis kwamen. En dat betekent ook dat de mensen een heel diep bewustzijn hebben van het opperwezen, maar ook wel eens een beetje het opperwezen dat maar doet. Dat maar zijn gang gaat. Dat mocht je natuurlijk niet zeggen, want dat was allemaal, lag het in zijn handen. Maar vandaag aan de dag zorgen we dat er veel betere schepen zijn en er eindeloos veel dingen, waardoor ongelooflijk veel minder ongelukken gebeuren. En dan merk je, hé, we zijn andere mensen geworden. En dan vind ik dat je, als je dan in de Bijbel gaat lezen, zeg je, maar zo staat het eigenlijk al lang in de Bijbel. Zoals men er 400 jaar geleden over dacht, dat weerspiegelt veel meer hoe de mensen toen in elkaar zaten, dan dat het de Bijbelse houding is. Ik mag u een vers voorlezen, twee versen, er zitten maar 4 of 5 versen tussen. Zullen we dat even doen, Handelingen 13? Handelingen 13. Vers 48b. Handelingen 13, vers 48b. Er geloofden er zoveel als er bestemd waren voor het eeuwige leven. Ik hoor Gomarus in zijn handen klappen in zijn graf. Hier staat het toch heel duidelijk, vrienden. Hoeveel mensen komen tot geloof? Zoveel als er zijn bestemd voor het eeuwige leven. Alleen, dat is de ene lijn in het schrift. Een paar versen verder, in hoofdstuk 14, vers 1. Het gebeurde in Iconium dat zij samen de synagogen van de Joden binnengingen en zo spraken dat een grote menigte zowel van Joden als van Grieken geloofde. Lees je wat daar staat? Zou ook kunnen zeggen, dit is het evangelie, zie maar wat je ermee doet. Want ja, als je uitverkoren bent, dan kom je er toch wel. Als je niet uitverkoren bent, dan kom je er toch niet. Nee, Paulus schrijft aan de Corinthiërs, wij overreden de mensen. Wij redeneren en we kloppen aan. Ik heb een broeder gekend, hij woont nu in Canada, maar hij was een groot evangelist. Maar dan ook eentje van die soort die niet van loslaten wist. Hè? En dat kon s'nachts 3 uur, 4 uur worden, maar tenslotte kregen die mensen op de knieën om me zonder te beleiden. Dat het echt was, dat bleek uit het feit dat het ook echte christen zijn geworden, na vele jaren nog steeds op de weg van het geloof zijn. Maar dat was een evangelist. Hij sprak zo tot de mensen dat ze tenslotte letterlijk door de knieën gingen. Dat is een evangelist. Een evangelist is per definitie een Arminiaan. Nou ja, een beetje overdreven. Meestal denken ze over dat soort dingen helemaal niet na. Maar als hij niet zou geloven in het feit dat als hij aandringt en overtuigt en mensen met Bijbels argumenten om de oren slaat en ze vertelt dat ze zondaren zijn, de bewijzen voor leven, dat er maar één weg van verzoening is enzovoort. Als hij dat niet deed vanuit de overtuiging dat zijn overredingskracht mensen inderdaad bij God kan laten uitkomen, dan deed hij dat niet. Als hij moest geloven, maakt allemaal geen fluit uit. Want als ze uitverkoren zijn, komen ze er toch wel. En als ze niet uitverkoren zijn, komen ze er toch niet.
Zo kan hij niet leven, zo kan hij niet denken. Vandaar dat het ook niet helemaal aardig was om nou zo'n evangelist, zo'n echte bloed-evangelist als Jacob van Haneveld, met zo'n vraag te confronteren. Hij kon niet anders dan als evangelist antwoorden zoals hij dat deed. Hij was zich niet bewust van de valkuil. Maar natuurlijk, zoals het hier staat, en Paulus het ook zegt en de Corinthiërs, wij overreden de mensen. Dat is de evangelist. Die worstelt met mensen zielen totdat ze zich buigen voor de Heer Jezus Christus. En 13 vers 48 is ook waar. Dus het klinkt een beetje simpel, vraag stellen. Is dat door de wil van God? Ja. Of door de wil van Saulus? Ja. Dat kan toch niet anders? Hoewel, dan denk ik weer aan de verkeerdersgeschiedenis van C.S. Lewis. In dat prachtige boek Surprised by Joy. Verrast door vreugde, heet de Nederlandse vertaling. Waarin hij schreef dat toen hij tot geloof kwam, hij letterlijk met zijn oren over de streep getrokken moest worden. Hij zegt, er was op dat moment geen onwilliger bekeerling in heel Engeland te bekennen dan ik. Je zou kunnen zeggen, het ging dwars tegen alles van hem in, ook tegen zijn eigen wil. Dat herken ik ook. Natuurlijk. Maar uiteindelijk, hij is niet gemanipuleerd. Hij is niet geforceerd. Hij heeft zich laten slepen. Daar zit altijd die spanning in. Zoals Paulus ook op de weg naar Damascus natuurlijk overrompeld is door de Heer Jezus. Maar uiteindelijk is het ook de beslissing van zijn eigen hart geweest om die Jezus te gaan dienen en te volgen voor de rest van zijn leven. Dus het was 100% het ingrijpen van God. En het was 100% het voornemen van zijn hart om die Heer te gaan dienen. Dus laat u niet in dat soort... Maar dat is ook zo. Ja, want je hart gewillig te verleiden is ook wel, of je dat zelf ook kiest. Maar het is uiteindelijk zijn voorbereidend werk al geweest. Dat is de helft van de waarheid. Ja. Je weet wat de Heer Jezus zegt als hij Jeruzalem nadert. En hij zegt het wenend. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen gelijk een hen haar kuikens, of kiekens, nog mooier. Maar gij hebt niet gewild. Met andere woorden, hij zegt, ik wilde wel, maar jullie wilden niet. Hoe dikwijls heb ik niet gewild? Dat is toch, luister, hij zegt het huilend. Hij is intens verdrietig. Ik wilde jullie zo graag helpen, maar jullie wilden niet. Nou, als je daar al een nadruk op legt, dan zit je dus op een totaal andere lijn. Dan is het God die bezig is te overreden, te overtuigen, maar de mensen blijven zich verzetten. Ze gooien de kop in de wind. Ze willen niet. En dat is net zo waar als wat jij zegt. En zolang we maar niet die twee kanten tegen elkaar uitspelen, dan gaat het goed. En daar heb je meer voorbeelden van in de Bijbel. Van dat soort, wat we noemen paradoxen, schijnbare tegenstrijdigheden. Waarbij we het soms ons makkelijk maken door één kant te benadrukken en de andere wat uit het oog te verliezen. Nou, ik zei al, de andere vraag is ook ingrijpend. Als je in je gezin met ernstige ziekte te maken had en er de dokters veel kuren en geneesmiddelen geven, kan dat snel een valkuil voor je worden en je vertrouwen daarop stellen. Onze steun was Job 23. Oh, ik had het net opgezocht. Dat vond ik zo mooi dat ik het nog even voorlees. Oh, want ik wees niet uit mijn hoofd wat er in Job 23 staat. Valt tegen, hè? Vers 8. Hij kent de weg die ik ga. Laat hij mij beproeven. Ik zal er als goud uitkomen. Mijn voet heeft zich aan zijn spoor gehouden. Aan zijn weg heb ik bijgehouden. Ik ben er niet van afgeweken. Het gebod van zijn lippen heb ik niet weggedaan. De woorden van zijn bond heb ik verborgen. Meer dan het mij toegewezen deel. Ja, prachtig. Je kunt er een heleboel andere schriftgedeelten voorlezen. Wat er ook gebeurt, ik blijf op mijn vertrouwen. Ik blijf op mijn vertrouwen. Ik denk bij Job ook heel dikwijls aan Job 13 vers 15, althans in de NBG-vertaling. Want je kunt het ook anders vertalen, maar ik hou ervan zoals de NBG-vertaling het heeft. Wil hij mij doden, ik blijf op hem hopen. Dat wil zeggen, wat die God ook met mij voor heeft, zelfs al zou hij willen dat ik aan mijn ziekte bezweek, het verandert niks aan, ik blijf op hem vertrouwen.
Elie Wiesel, die meen ik niet zo lang geleden is overleden. Een Jood die de Holocaust heeft overleefd. Een groot schrijver. Die vertelt het verhaal van een gezin dat in 1492, toen 100.000 Joden uit Spanje werden verdreven, ook moest vluchten. En hij zwierf door Europa heen en allerlei landen hielden hen tegen, die wilden hen ook niet hebben. En zijn kinderen kwamen één voor één om en zijn vrouw kwam tenslotte ook om. En tenslotte was hij alleen overgebleven. En dan zegt Elie Wiesel, de man, bad tot God. En hij zei tegen God, nu hebt u alles in het werk gesteld om mij ertoe te brengen u te verloochenen. Maar dat zal u niet lukken. Ik blijf mij aan u vastklampen. Dat is niet erg gereformeerde taal, dat is meer de Joodse taal van de man die met God redeneert, weet u wel. Maar die ook net als Job aan de ene kant verschrikkelijk protesteert, maar aan de andere kant dat doet vanuit een intimiteit die hij nooit wil opgeven. En die Wiesel, nou toch bezig ben, schrijft ook een ander verhaal wat mij ook enorm heeft geraakt. Over een proces in Auschwitz. Ik weet niet of het echt heeft plaatsgevonden of dat hij het bedacht heeft. Dat maakt niet uit, want voor het principe maakt dat geen verschil. Er waren een stel orthodoxe Joden die besloten God een proces aan te doen. Want het was toch verschrikkelijk dat de God van Israël toestond dat zo'n groot deel van zijn volk in deze verschrikkelijke concentratiekampen terechtkwam en daar zelfs omkwam. Drie oude bedaagde rabbies werden als rechters aangewezen. Een verdediger konden ze niet vinden, iemand die het voor God wilde opnemen. Maar wel een officier van justitie, een aanklager. En die aanklager hield een lang referaat. En u kunt zich ongeveer wel voorstellen hoe dat eruit zag. Waarin hij God beschuldigde. Wat is dat voor een God die zijn eigen volk zo in de steek laat. Die niets van zich laat horen, niet ingrijpt, niet de vijanden laat omkomen. Maar toestaat dat zoveel van zijn volk in de gaskamers verdwijnen. Ten slotte trekken de rechters zich terug om het vonnis te vellen. En als ze ten slotte weer plechtig achter de tafel hebben plaatsgenomen, dan spreekt de oudste het vonnis uit. God is schuldig. Er is diepe stilte in de zaal, net als hier, maar daar ook. Iedereen probeert dat te verwerken. De rabbies zijn bloedserieus. God is schuldig. Daar kan geen speld tussen gestoken worden. Maar dan is er één die kijkt op zijn horloge en zegt, broeders, het is tijd voor het middaggebed. En ze slaan hun taliet over hun hoofd heen en ze pakken hun gebedenboeken. En ze bidden tot de Allerhoogste, zoals ze dat hun hele leven elke middag hebben gedaan. En tot hun laatste snik zullen blijven doen. Want één ding zal ze nooit in het hoofd opkomen om die God te verloochenen. En dat is zo'n prachtige weergave van het boek Job. Vandaar dat ik hoofdstuk 13 vers 15 in de MBG-vertaling zo mooi vind. Wat God ook met me doet, maakt me niet uit. Ik blijf op hem hopen, ik blijf op hem vertrouwen, ik klam aan hem vast. Het zal hem nooit lukken zoals die man in het verhaal van Elie Wiesel zegt. Het zegt het natuurlijk een beetje grof, hè. Zo zouden wij dat misschien niet tegen God praten. Ja, waarschijnlijk wel heel zeker niet. Dat hij zegt, u hebt nu alles geprobeerd om me van u los te weken. Maar het zal u niet lukken. Ik blijf maar aan u vastklampen. En dat is de hoogste en mooiste vorm van vertrouwen die ik me kan voorstellen. Ook als er ziekte is, ernstige ziekte, tegenslagen zijn, verschrikkelijke dingen in een gezin gebeuren. En we weten het, wat dat betreft, of je welvarend bent of niet, of je in een westerse land leeft of niet. Al die dingen kunnen in elk gezin voorkomen. Maar, en dat is ook zo mooi uit Job 23, het heeft dit gezin, waar de vraag van komt, maar ook Job niet en zoveel andere christenen en ook Joden ertoe gebracht om aan God te blijven vasthouden. Vanuit het principe zoals moeder Basilea Schlink in Duitsland van de Marienschwestern het zo mooi geformuleerd heeft. Heere God, we begrijpen u niet, maar we vertrouwen u. Dat is heel mooi. Wie heeft er een mondelinge vraag? Wie zei dat ja? Oh, goed, zo gaat u gaan. Koninkrijk kwam, denk ik dat hij ook bedoeld heeft, omdat hij van zichzelf zegt,
ik ben het brood des levens. En als ik daar aan koppel Matthäus 6, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dat daar ook wel terdege bedoeld wordt om de Bijbel te lezen, dus het brood van God, van de Heere God te eten. Dat denk ik. Daarbij. En het tweede wat ik aan u wilde vragen is... Over... Mag ik eerst het eerste even, anders ben ik dat straks weer kwijt. Dan mag u zo de tweede noemen. Ik dacht zelf ook aan het woord dat de Heer Jezus citeert tegenover de Satan bij de verzoeking in de woestijn, een woord uit Deuteronomium. De mens leeft niet van brood alleen. Het gebed, geef ons heden ons dagelijks brood, mag ons nooit doen vergeten dat er een brood is dat belangrijker is dan dat. En u citeert ook, als je dat citeert uit Johannes 6, is dat heel mooi. Want die mensen die dachten daar, hey, dat is fantastisch, ze willen hem koning maken na die spijzing van de 5000. Want ze dachten natuurlijk, dat is fantastisch. Dat is bij de verkiezingen ook weer belangrijk. Iemand die kan garanderen dat er elke dag eten en drinken genoeg voor iedereen is. En al onze stoffelijke behoeften kan voorzien. Zodat de AOW-leeftijd weer terug kan naar 65. En het eigen risico in de zorg kan worden weggenomen. Oh, wat heerlijk. Zouden we allemaal voor stemmen? En de Heer Jezus onttrekt zich aan hun al. Want zo'n leider wil hij niet zijn. En dan zegt hij later, jullie hebben er niks van begrepen. Waar het mij om ging was het geestelijk brood. Waar het mij om ging was dat zoals ik jullie met brood voedde, dat ik jullie zo ook met het geestelijk brood, namelijk dat ben ik zelf, kan voeden. Nu zou ik tegen u willen zeggen, het is natuurlijk allebei. Want ook dat aardse brood, dat mogen we niet geringschatten. Van de Heer Jezus, of zoals u zegt, Yeshua, lezen we profetisch in Psalm 132, iets wat eigenlijk in die spijzing van de 5000 in vervulling is gegaan. In vers 15 van Psalm 132, haar voedsel zal ik rijkelijk zegenen, haar armen met brood verzadigen. Dat kun je er niet los van maken. En iedereen weet in de zending, als je mensen hebt die enorme honger hebben, hoef je niet met het evangelie bij ze aan te komen. Het eerste wat je moet doen is te zorgen dat hun maagjes gevuld zijn. Anders zullen ze nooit ontvankelijk zijn voor het geestelijk voedsel. Dus als u die toepassing wil maken, dan vind ik dat best. Juist omdat de Heer Jezus zelf ook aangeeft, er is meer dan alleen maar het brood. Maar dat komt ook in de rest van het Onze Vader wel aan de orde. Dat het ook om het geestelijke gaat, ook in de volgende beden. Dus ik zou zeker de letterlijke uitleg daarvan niet weg willen nemen. Want het is ook zo dat we ook voor onze alledaagse behoeften van eten en drinken, kleding en onderdak en alles, dat we daarin van hem afhankelijk zijn. Dus ik denk dat het eerder een vorm van toepassing is dan dat het nou de eerste uitleg is van het gedeelte. Dus maar voor de rest laat ik staan wat u gezegd hebt. Ik denk dat zijn wetten soms vaak andersom zijn als dat wij hier. Dat kan zijn. Dat kan zijn. Daarom zoek eerst, dat vind ik wel in de zaken heel belangrijk. Zo. Wat betreft het tweede, over zegen. Wat is precies vanuit het Hebreeuws zegen? U zei bracha, dacht ik. Ja. Ik vind het een zegen dat ik voor een zegen mag bidden voor mijn eten. Maar niet alleen dat. En misschien praat ik wat kinderlijk. Maar als ik zegen vraag over het eten wat mijn vader in de hemel aan me geeft, dan houdt dat voor mij ook in wat er ook mee gedaan is, dat ik het gewoon kan eten en dat het goed voor me is. Ja, dat laatste doet me denken aan het gebed van een zendeling. Dat is echt gebeurd. Ik heb het van iemand gehoord die het meemaakte. Die had een heel kort gebed altijd. En hij zei altijd, Lord, kill all the germs. Amen. Even voor degene die geen Duits in het pakket hebben gehad. Heere God, dood alle ziektekiemen. Amen. Want inderdaad, onder sommige primitieve omstandigheden, zoals wij zouden zeggen, is dat een zeer gepast gebed. Want je weet niet allemaal wat je tot je krijgt. Dat is zeker waar. Maar nu over dat woord brach. Het is eigenlijk een Nederlands probleem. In de Engelse Bijbel is het heel gewoon om te zeggen, bless the Lord. Psalm 103, bless the Lord, oh my soul. En het is in het Frans precies hetzelfde. Bénir betekent zowel zegenen in onze gangbare betekenis als loven, prijzen. Bénir l'éternel. En dat is in Romaanse talen heel veel zo. Maar zelfs in het Engels. Maar
in het Nederlands, ook wel in Duits, is dat lastiger. Wij zijn niet gewend om te zeggen, gezegend zij God. Maar als je nou kijkt naar Genesis 14, naar het verhaal van Melchizedek, dan heb je daar een prachtig voorbeeld van. Maar dat woord barach, dat is het Hebreeuwse werkwoord, op twee manieren wordt gebruikt. Ik ben benieuwd eigenlijk als iemand de Statenvertaling heeft, hoe het daar staat. Hier staat in vers 14, vers 19, hoofdstuk 14, vers 19 van Genesis. Melchizedek zegende Abraham, dat snappen we allemaal. En zei, gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En wat staat er dan in de Statenvertaling in vers 20? Niemand in Statenvertaling. Wat staat er dan? En gezegend zij de Allerhoogste. Kijk. Goeie oude Statenvertaling. Staat er ook gezegend? Ja, geprezen. Ja, nee, dat is nou juist het punt. Dat is nou juist het punt. Hier staat, en gelooft zij God Allerhoogste. Dus in beide gevallen, NBG en HSV, heeft men dus dat puntje waar ik nou juist op wil wijzen, onder de tafel geveegd. Want mij gaat het om dat in beide gevallen hetzelfde werkwoord staat. Barach. Wat zei u? Welke vertaling hebt u dan, mevrouw? Wat zegt u? De Oranje Bijbel. De Oranje Bijbel. Ik wist wel dat er een groene Bijbel was, maar een Oranje Bijbel is mijn... NBV. Ja, die heeft soms heeft die het goed. Staat daar twee keer gezegend? Nou, maar in elk geval, daar zie je beide betekenissen. Melchizedek zegent Abraham. Maar vervolgens staat er... Gezegend, zei de Heer, dat wil zeggen geprezen geloof. Wat is de grondbetekenis? De grondbetekenis is, je ziet het eigenlijk heel mooi in het Latijn. Ja, sorry, ik ben dol op taalgrapjes. Nou, het is geen grapje eigenlijk. Benedictus, dat kennen we allemaal als voornaam. De vorige paus heette zo. Benedictus betekent gezegend. Maar letterlijk betekent het, bene is goed. En dice betekent zeggen, kijk maar naar het Italiaans. Het goede proclameren over. Dat is de grondbetekenis. Als God ons zegent, dan proclameert hij het goede over ons. Niet alleen maar als een vrome wens. Als ik tegen je zeg, ik wens je een goede morgen. Dat betekent eigenlijk, God schenkt jou een goede morgen. Maar verder heb ik daar geen invloed op. Ik kan het hopelijk als een wens uitspreken. Maar een zegenbede is echt het proclameren van zegen. Als God ons zegent, dan proclameert hij vrede, welzijn, voorspoed. Geluk, al die dingen over ons. Shalom, dat is eigenlijk de mooie samenvatting daarvan. Maar zo is het omgekeerd ook. Het prijzen van God is het goede proclameren over God. Is het uitspreken alles wat God aan voortreffelijkheden bezit. En dat is de gemeenschappelijke grondbetekenis. In het Grieks is dat precies net zo. Als er staat in Efeze 1 vers 3, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, dan heeft een goede vertaling. Kijk het even naar Efeze 1 vers 3 staat de vertaling. Dan staat er gezegend. Eulogetos in het Grieks. Eulogio. Eu betekent goed, logio betekent spreken. Precies als in het Latijn. Het goede spreken over. Het goede spreken over God is God groot maken. God loven, God prijzen. Maar het is hetzelfde woord als wanneer God ons zegent. En dan vertalen wij zegenen, maar het is hetzelfde woord uit Logio. Dus in beide gevallen betekent het goede proclameren over. En als wij nu bidden voor het eten, zoals we dat noemen, dan vraagt de christen, die vraagt, daarvoor is het ook een gebed, hij vraagt om een zegen. De Jood vraagt niet om een zegen, maar spreekt een zegen uit. Zo zeggen ze het ook. Hè? We spreken, doe jij even een broer. Dat wil zeggen, spreek jij het tafelgebed uit. En dan zegt hij, proclameert het goede over God. Baruch atah Adonai Eloheinu enzovoort. Hij spreekt het goede over God uit. En dat is voor ons vreemd, want wij kunnen daar niet zo goed mee uit de voeten. Onze taal laat dat moeilijk toe. Duits ook. Om te spreken over God zegenen. Dat vinden we maar raar. Nou, in andere talen vinden ze het helemaal niet raar, want dat is heel normaal. And God blesses us in het Engels. And we also say God, we bless the Lord. Is geen enkel probleem met Engels. Alleen Duits en Nederlands maken het moeilijk. Broeder. Daar staat ook gezegend. Het zijn God en de Vader voor ons. Ja. Dat citeerde ik net. Oh, sorry. Geeft niks. Geeft helemaal niks. Er staat ook nog in 2 Korinthe 1 vers 3. En in 1 Petrus 1 vers 3, makkelijk te onthouden. 3 keer, gezegend zij God.
Eulogetos. Daar weet ik weinig van, vertel eens. Nou, ik ben wel eens de Rus tegen het lijf gekomen. En die liet me duidelijk maken dat het Russisch, het woord wat ik natuurlijk kan uitspreken, dat het goedkeuren. Dat betekent dat in de Russische woord gezegend. Ja, dat helpt me nou niet zo erg eigenlijk. God goed. Maar wel het goede uitspreken over. Als dat zal waarschijnlijk die grondbetekenis zijn. Het goede uitspreken over. Dat is de grondbetekenis in Latijn, in het Grieks en in het Hebreeuws. Dat is heel mooi. God zegent de mens en de mens zegent God. Geen verbazingwekkend meer. Koop allemaal een Statenvertaling, want daar staat het goed. Maar ik hoor u de NBV ook. Zou u het even willen voorlezen, vers 19 en 20? Want ik ben argwanend van aard. Zegt u? Ik zeg nu even 1. Nee, u moet weer terug. Genesis, ja precies. Genesis 14, mevrouw. Vers 19 en 20. We zijn zeer nieuwsgierig. Gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God. Dat is niet te geloven, zeg. De NBV heeft het hier beter dan de HSV. Waarvan akte? De volgende vraag. Wie nog meer? Als er niemand mee is, wil ik nog een mooi getuigenis geven. Ja, maar ik heb liever eerst een vraag. Want daarvoor zijn we hier nu bij elkaar in de eerste plaats. Lia, jij bent altijd zo vol vragen, joh. Ja, weet je, ik zit, maar het is, dat vind ik altijd lastig, dat wederstandelijke en dat onwederstandelijke. Ja. Nee, dat is iets anders weer. Dat is iets anders. Want Gods wegen, hey, ben het goed. Nou ja, nee, goed, je hebt toch zeker zin gelijk. Het is het verschil tussen Gods wegen en Gods raad. Juist, Gods raad is datgene wat hij besluit en wat door geen mens ongedaan gemaakt kan worden. Zijn raad en dat heeft altijd te maken met de onwederstandelijke wil van God. Of in Nederlands van vandaag, onweerstaanbare wil van God. Die raadsbesluiten van God, dat zijn zijn besluiten. En maak het eens concreet. Nou, als God besloten heeft om jou voor eeuwig te redden, dan heeft hij dat besloten en er is geen hond die daar tegenin kan brengen. Maar als God besloten heeft uiteindelijk deze hele wereld aan de voeten van de Heer Jezus te leggen en een wereld van vrede en gerechtigheid te scheppen, is dat ook een raadsbesluit waar niets tegen ingebracht kan worden. Maar dat wordt in de reformatorische theologie te weinig onderscheiden. Die maakt geen onderscheid tussen raad en wegen. Dat is allemaal raad, raad, raad. Maar de wegen van God zijn de wegen waarlangs hij zijn raad verwerkelijkt. Een voorbeeld, God had besloten Israël in het beloofde land te brengen. Maar het hoorde tot zijn wegen dat Israël daar 40 jaar over moest doen. Dat was zo niet door God besloten. Dat was het gevolg van hun eigen faam. Dus Gods wegen komen daardoor. De wegen van God, daarin speelt de mens een grote rol. Hey, dus uiteindelijk kun je zeggen: het eindpunt is bepaald, maar de weg, dat is eigenlijk nog een beetje. Precies. Over. Precies. Maar, nee, dat is. Dat... Ik beweer ook geen seconde dat Revo is. Maar volgens mij is het wel Bijbels. Mag ik jou een tegenvraag stellen als niet Revo zijnde? Ja, dat ben ik dan, jij. Het is wel eens vergeleken met een schaakwedstrijd. De Revo-opvatting is dat die schaakwedstrijd eigenlijk al helemaal vast ligt. Het is eigenlijk het naspelen van een wedstrijd die al op papier staat. De hele wereld, alles wat er in de wereld gebeurt. Mijn gereformeerde hoofdonderwijzer zei dat ook destijds. Alles wat er gebeurt in deze wereld is door God van eeuwigheid besloten. Ik geloofde dat als kind niet. Ik heb daar heel veel over gepiekerd. En het leuke is nu, 100 jaar later, geloof ik het nog steeds niet. Het is niet waar. Niet alles is beslist. Nou, in die opvatting is die schaakwedstrijd geen fluit aan. Want alles ligt al vast. Zelfs onze gebeden, ik las dat werkelijk bij een Amerikaanse Revo-auteur. Die schreef, zelfs onze gebeden waarin we dingen aan God vragen, die zijn allemaal van eeuwigheid vastgelegd. Er is dus geen oorzakelijk verband, dus dan wordt het even ingewikkeld, tussen ons gebed en de vervulling, de verhoring. De verhoring is niet een gevolg van ons gebed. Het gebed was van eeuwigheid gepland en de verhoring ook. Maar er is geen oorzakelijk verband tussen die twee.
Nou, dat wilde bij mij niet in. Dat is ook totaal niet wat ik in de Bijbel lees. Maar nou, die andere schaakwedstrijd. Dat is een schaakwedstrijd tussen een grootmeester en een beginneling. Eén ding staat vast, namelijk wie er gaat winnen. Dat kan lang duren, het kan kort duren, maar die grootmeester wint. Maar het leuke is van zo'n prutsende beginner, is dat hij constant die grootmeester dwingt tot bepaalde zetten. Die die grootmeester zelf nooit gedaan zou hebben. Maar ja, zo'n beginneling die zet stomme zetten en de grootmeester schudt zijn hoofd. Maar hij moet daar toch wel op reageren. En dus het verloop van die wedstrijd is totaal anders dan wanneer hij een hele goede schaker tegenover zich had. Dus de einduitkomst ligt vast, maar niet de weg waarlangs. En nu is het boeiende dat God zelf, want revo-theologen zeiden altijd, ja, maar dit doet tekort aan Gods soevereiniteit. Nee. Dat eerste doet tekort aan Gods soevereiniteit. Een God die alles, de hele schaakwedstrijd van tevoren al heeft vastgelegd. God heeft soeverein besloten de mens in zijn plannen te betrekken. Dat is zijn beslissing. Hij heeft beslist dat die beginnerschaker zetten mag zetten die hij zelf wil. Daar heeft hij geen invloed op. Maar hij heeft wel invloed op de uiteindelijke afloop van de wedstrijd. Want hij zorgt ervoor dat wat er ook gebeurt, hij die wedstrijd wint. En God heeft soeverein besloten de mens met al zijn verantwoordelijkheden in te schakelen. Erbij te betrekken. En dus kan het gebeuren dat God die het volk Israël in het beloofde land wil brengen. Het toestond dat door de domheden van het volk langs vele omwegen dat uiteindelijk gerealiseerd werd. Het gebeurt wel, maar wel langs heel veel omwegen. En zo is de hele geschiedenis eigenlijk, zowel de heilsgeschiedenis in de Bijbel, maar ook de menselijke geschiedenis van daarna, de ongewijde geschiedenis. Het is één grote schaakwedstrijd waarbij God uiteindelijk zijn doel bereikt. Waarbij de mens, en ook daar hebben we het nog niet over, de geestelijke machten, een enorme inbreng heeft. Waarbij ook de mens zich heel lang tegen God kan verzetten voordat hij tenslotte overstag gaat. Zoals de Heer Jezus tegen Paulus, Saulus zegt, het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Dat wil zeggen, die Saul, hoe lang ga je nou nog door met je zo koppig te verzetten tegen mij? Dat is niet van, dat is allemaal al van de eeuwigheid vast, precies zo lang als jij je zou blijven verzetten. Zelfs dat verzetten had ik allemaal al besloten en ik had ook besloten dat je op die en die datum je aan mij zou overgeven. Nee, een verwijt. Hoe lang duurt het nou nog? God komt met zijn doel tot Saulus, maar het was wel een koppig geval. God komt tot zijn doel met C.S. Lewis, maar het was wel een ongelooflijk tegenspartelend figuur hoor. Maar God komt tot zijn doel. En dit is inderdaad zeer onrevo, dat kan ik u wel vertellen. Maar het is wel Bijbels, daar ben ik heilig van overtuigd. Ja, maar jij bent een revo. Nee, luister dan. Oh ja, ik luister. Om het begrijpend te maken, worden ze in de Bijbel die menselijke kant getoond. Zo van ja, het was maar een kop. Maar bijvoorbeeld zo'n zinnetje als zonder de wil van de vader zal geen haar van jou. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Dat staat in de catechismus wel. Dat is zonder een van de catechismus. Maar er staat in de Bijbel zonder uw vader. Ja. Niet de wil van de vader. Dat wil zeggen als die haren van je hoofd vallen, gaat het nooit buiten God om. Maar het is niet zo dat hij besloten heeft dat die haren van je hoofd zouden vallen. Geen musje. Precies, precies. Ja, moet het allemaal uit mijn hoofd hier citeren? Het is jouw vers. Nee, maar het gaat nooit buiten God om. Dat is de mooie. Augustinus, wat dat betreft, was niet revo. Hij was een stuk wijzer. Augustinus. Sorry. Augustinus zei: je kunt niet zeggen dat God de oorzaak is van alles wat er gebeurt, maar je kunt wel zeggen dat het nooit buiten God, jij bent een goede leerling, dat het nooit buiten God omgaat. En dat is zo fijn. Daarmee los je niet alle problemen op, maar je geeft wel aan, je brengt het als het ware wel enigszins in kaart. Het gaat nooit buiten God om, maar je mag niet zeggen dat hij dat allemaal veroorzaakt heeft. Dat de hele wereldgeschiedenis het naspelen van één schaakwedstrijd is die voor de grondlegging de wereld genoteerd is. Snap je? Dus ik vind het beeld van die schaakwedstrijd bijzonder mooi om duidelijk te maken hoe die verhouding is tussen Gods raad, dat is de schaakwedstrijd, wordt gewonnen.
en Gods wegen, waarlangs hij dat doel bereikt. En daar zijn vele voorbeelden van. Zie mijn boek Het Plan van God, deel 4 van mijn dogmatische reeks. Daar geef ik een heleboel voorbeelden van Gods raad en Gods wegen. En het boek wordt in het Engels, is in het Engels vertaald en het wordt door Revo-uitgevers uitgegeven. Want ook Revo's kunnen tot bekering komen. En evangelische broeders ook, voordat iemand anders het zegt. Wij zijn allemaal bezig bij te leren. Maar zoals het 400 jaar geleden in Dordrecht zeggen, ik hou veel van Dordrecht. Maar ik zie even naar de broeders uit Dordrecht daar. Maar dat was niet zo mooi. Ik hoop dat we verder gekomen zijn. Ik ben altijd een beetje benauwd voor mensen die zeggen, daar is het eens en voor altijd vastgesteld. Er is niks vastgesteld. De opponenten zijn gewoon de deur uitgesmeten. Er is niks vastgesteld. Maar in 400 jaar heb ik toch hopelijk een beetje bijgeleerd. Dat hoop ik. Ik hoop dat ik nog steeds bijleer. En zo'n voorbeeld als van die schaakwedstrijd, dat helpt mij dan. Dat staat niet in de Bijbel, maar dat helpt mij om zicht te krijgen op wat er gebeurt. U staat mat. Ik sta mat? Ja, ik begrijp het. Alleen ik begrijp even niet waarom ik nou mat sta. Oh ja, ik was die beginneling. Ja, dat is waar. Ja. Oké, goed. Dank u wel. Dank u wel. Nou vrienden, daarmee was het dan toch weer 10 uur geworden. Het wordt vanzelf toch altijd weer 10 uur. Dus ik stel voor, we hebben toch weer hele moeilijke, mooie thema's uit de Bijbel behandeld. En over die Revo's, luister, ik heb met veel vreugde 25 avonden lang over dit zeer reformatorische document mogen spreken, de Heidelbergse Catechismus. Dus laat niemand denken dat ik iets tegen Revo-theologie heb. Ik heb minstens zoveel tegen een heleboel andere. En ik zeg het laatste woord van N.T. Wright, oftewel Tom Wright, die ooit gezegd heeft, niet zo lang geleden, 1/3 van mijn theologie is verkeerd. Alleen ik weet niet welk derde gedeelte. En zo is het met mij en zo is het met de catechismus en zo is het met ons allemaal. Het blijft maar stuk werk.